Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto veel wolken boven ons land, alleen in het oosten is de bewolking wat dunner en kan vanochtend af en toe de zon even doorbreken. Maar verder is het overwegend bewolkt en valt er vooral in het noorden en westen af en toe wat lichte regen of motregen. De wind is vanuit het zuiden en vanmiddag wordt het dan ook zacht met 10 tot 14 graden. Vanmiddag wordt het geleidelijk aan overal droog en breekt af en toe de zon door. Vanavond blijft het droog, klaart het soms op en de temperatuur daalt niet verder dan 8 tot 10 graden. De wind zwakt geleidelijk aan af tot een kracht 2 tot 3. En morgen ziet het er eerst aardig uit. De zon schijnt geregeld, maar van het westen uit neemt de bewolking toe en tegen de avond begint het van het noordwesten uit te regenen. Het wordt wel zacht met 11 tot 14 graden en er staat niet al te veel wind vanuit het zuiden. Maandag is het ook nog zacht met 10 tot 12 graden, maar in het zuiden kan er wat regen vallen. Dinsdag en woensdag gaat de temperatuur iets omlaag en wordt het wat wisselvalliger met af en toe wat regen of motregen. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.